van der Tuk. Ik ben gedeputeerde in de provincie Drenthe. Economie in mijn portefeuille, waaronder de biobased economy. Ik ben Bram Vetter, planmanager van Suikerunie in Groningen. Mijn naam is IJssel Luitjens en ik ben van de organisatie GreenLinks, die staat voor het verbinden van initiatiefnemers in de groene economie. Mijn naam is John van Hooy, ik ben algemeen directeur van Ommerin. Zijn ideaal toegerust voor de biobased economy. We hebben grote agrarische arealen waar we allerlei producten op verbouwen. En tegelijkertijd, heel bijzonder, zit er en in de Eemshaven Delfzijl de basischemie en in Emmen de vezelchemie. Belangrijke clusters. En die combinatie, chemie en de agriproductie, maakt dat we ideaal toegerust zijn voor de biobased economy. Nou ja, ik denk zelf niet alleen het noorden. Nederland is al zo'n klein land. Maar goed, wat je wel in het noorden hebt, is een bundeling van veel agrovoedindustrie die bijna allemaal een bijdrage leveren en nog meer kunnen leveren aan die biobased economie. Universiteit van Groningen en ook Wageningen is niet ver weg. En we hebben ook de chemie in Delfzijl en het kunststofcluster in Emmen. Dus we kunnen hier wel veel in het noorden. Noord-Nederland is een hotspot voor de biobased economie, omdat wij hier een grote agro-industrie hebben met verwerkende bedrijven, waar natuurlijk al heel veel biomassa tezamen komt en waar gewoon meer gebruiksmogelijkheden van zijn. En die industrie zoekt naar nieuwe kansen. Ik denk dat het noorden een belangrijke hotspot is voor de biobased economy, omdat wij hier een overvloed hebben aan grondstoffen. Allemaal biologische grondstoffen waar je nog veel meer waarde uit zou kunnen halen. En als je de onderzoek zou kunnen bundelen om die waarde ook echt tot wasdom te brengen, denk ik dat het voor zowel de innovatie als de ondernemerskracht van het noorden een enorme impuls kan geven. Eigenlijk zijn er heel veel voorbeelden van te geven. Bijvoorbeeld bioplastics vanuit reststromen. Vanuit Dixap is een hoofdfabrikaat. Kan je eigenlijk alles wat je in de chemie maakt van olie, kan je ook van suiker maken. Van vezels in pulp kan je allerlei vezelproducten maken, zoals vezelsterkte kunststoffen. En er zijn dus een heleboel routes die nu ook allemaal worden ontwikkeld om bij te dragen aan de biobased economy. Een initiatief wat nog niet zo lang geleden is gestart en waar wij ook voor verbindingen hebben gezorgd, is het onderwerp Beach to Polymers, waarbij de uitdaging kwam van Philips om tot een groene plastic grondstof te komen. En waarbij dus de hele keten bij elkaar is gebracht van grondstof, kennis tot en met gebruiksdoel en verwerkers in de tussenliggende fases van de keten. Wat op dit moment gebeurt in Emmen bij de vezelchemie is dat producten, bijvoorbeeld mais, maar ook aardappel, gebruikt worden om daar als grondstof te dienen voor productieprocessen in de vezelchemie. En dat zijn concrete initiatieven van bedrijven om de biobased economy vorm te geven. Een concreet voorbeeld van een product is bijvoorbeeld dat wij uit de etensresten van het restafval nu biogas produceren, maar waar je misschien ook wel bioplastics van zou kunnen produceren. Nou, dat zijn ontwikkelingen waar wij zeer in geïnteresseerd zijn. Nou, ik vind het een super interessant congres. Het is goed georganiseerd. Ik ben onder de indruk van de hoeveelheid mensen die er is. Het heeft een heel duidelijke netwerkfunctie. Heel veel netwerken, veel bekenden gesproken, even weer bij gepraat. Volgend jaar ben ik er zeker weer bij.